Het is weer thuis. En ontzettend. Nou, dat gaan we dan, hè? We hebben wat te vieren. Ja, ze hebben allebei vuurrode wangen, want ze hebben allebei koorts. Ja, ik heb mezelf mooi gemaakt voor de gelegenheid, zoals jullie kunnen zien. Proost. Proost. En toen was het weer tijd voor een nieuwe weekvlog. Leuk dat je weer kijkt deze week. Het is vandaag donderdag bij ons. En ja, het is donderdag. Het is 14:15 en we hebben net geluncht en opgeruimd. En nu gaat Ed zo meteen naar kantoor met Ramos. En ik ben met de meisjes en dan moet ik een beetje werken en zo. Maar prima. En Ed is er ook weer bij. Die is een feestbakje aan het maken met een appel en een peer om mee te nemen naar kantoor. Alsjeblieft. Henkie weer met zijn winterjas. Snoepjes zijn er ook. Nou, de kindjes liggen op bed. Dus ik kan even lekker wat dingen gaan doen op mijn laptop. En dan ga ik straks koken en dan ga ik jullie gezellig allemaal even meenemen. Het is weer thuis. En, het ziet er ontzettend lekker uit. Ja? Hey, de eten. Oh, ik dacht ik. Oké. Oké. Nou goed, in ieder geval. Ik heb eten gemaakt. Ed heeft het verzonnen. En Ed is nu aan het opmaken. Dus we kunnen beide met de eer strijken. Het is heel lekker. Jongen! Het is heel lekker, denk ik. Ik heb gemaakt zelfgemaakte appelmoes. Met gewoon appel koken en dan is het appelmoes. Dit is voor Bobby en Charlie. Rijst met courgettes. Ramos heeft zijn bakje al. Was eigenlijk niet zo handig, want hij moet nog even wachten. En Ed, de influencer, is even een foto aan het maken van ons gerechtje van vanavond. En nu is de vraag, krijg ik het lekkere opgemaakte bordje? Of neemt hij het zelf? Maar waar is het bordje dan? Niet doen, Charlie. Echt, oh, Charlie die zit te knarsen tanden. Echt, hoe krijgt het voor elkaar? Dat heeft ze van de papa. Ja, dat heeft ze van de vader. Die hier rechts van mij heeft het ook overgenomen. Ik word helemaal kriegel van dat geluid van knarsen tanden. Oh. Oké. Ik zie mijn kinderen van een kakker. Ja, jij doet dat ook in je slaap, hè? Ja, dat doe ik ook niet in je slaap. Ga je nou toch zelf het opgemaakte bord eten en niet ik? Ja, hoezo? Ik zal trouwens even nog laten zien wat het is, want volgens mij kon je dat net niet wel, zien. Wel op een leuke manier vertellen. Oh ja, jij mag het ook wat doen deze week. Nee, ik waag me er niet meer aan. Nee? Nee, dan heb ik straks weer iets, waar is het lepel van zo? Ja, die had ik net gepakt, weet ik niet. Wat is dat lepel? Het is Bimi met 3 sprietjes zoete aardappel, wat meer zat er niet in het zakje. Ik leg anders even uit. En ik heb nog meer gemaakt, uitjes. Paprika en ik heb hier een halve burger met spinazie en kaas. Ik heb dit nog nooit op, maar het ziet er wel echt te lekker uit gewoon. Dus, eet smakelijk. Ja, bovenop de berg. Hey, hij is leeg denk ik, of niet? Echt? Nou, dat was dan jammer. Ja, je moet het ding maar even ophangen. Het is blij met zijn stofzuiger die ik heb gekregen. Ja, het doet alleen niet. Dit is geen sponsor stofzuiger, hè? Voordat mensen... Je zou het natuurlijk bijna denken, ik weet het, maar het is echt niet zo. Ed heeft een ex van zijn eigen zenuw. Van onze en-oprekening. Van onze eigen en-oprekening. Eigenlijk heb je hem wel indirect zelf. Ik lijk me als een soort van Ninja Turtle met de hele dag dat ding op mijn hoofd. Het is gewoon... Welk ding op je hoofd? Ja, het haar. Ga kijken wat er op mijn hoofd hangt de hele dag. Ik weet gewoon niet wat ik ermee aan moet. Het is gewoon te veel geworden. Zo, en dan nu even gezellig een stukje met de bubs wandelen en fietsen. Het is nog lekker weer. We waren lekker vroeg gaan eten, dus perfect. Wat zeg je, hè? Nog maar even Ramos of papa. Zit je lekker hier beneden? Goedemorgen, het is vandaag vrijdag. En er zitten er hier 3 onder mijn rok te gluren hier op de grond, want ik ben eten aan het maken. 4, ik wil ook mee. Oh. Nee. Ik heb trouwens weer dezelfde kleren aangedaan als gisteren. Ik vond het zo leuk, dus ik dacht ik doe het gewoon nog een keer aan en ik weet anders niet wat eraan moet. Oké, ik ga nu shake maken en dan ga ik lekker aan het werk.
Oké, ik heb de hele ochtend gewerkt en ik heb niet gefilmd. Komt ook een beetje omdat ik ook een What I Eat in a Day aan het filmen ben vandaag. Die is waarschijnlijk al online gekomen op Instagram TV. Dus daar ben ik dan soort van ook mee bezig. Dat moet ik in mijn hoofd een beetje afwisselen. In ieder geval, het is nu tijd om naar huis te gaan. Ed gaat mij afwisselen. Dus ik ga straks lekker thuis bij de kindjes zijn vanmiddag. En Ed die gaat werken. Dat vind ik wel fijn. Het is nu 12:30. Zo meteen eventjes tanken. Zo'n hekel aan. En dan ga ik naar huis. En nu is het eindelijk zover. Gisteren, einde van de middag, is mijn pakket binnengekomen. Maar ik wilde een soort van het sparen om het niet meteen open te maken. Omdat gisteren was hier een rotzooi en een kindje waren er. En nou, in ieder geval, ik dacht ik ga hem even lekker unboxen op mijn gemakje. Nu liggen Bobby en Charlie op bed. En Ramos die staat ook te springen, want die weet niet wat erin zit. Dus wij gaan lekker mijn pakketje openmaken met z'n tweeën. Oh wacht, ik denk dat ze een beetje zo neer kunnen zetten. Oké, nou, maak maar open. We gaan het interieur lekker leuk hoekje maken hier. Ik heb besteld een kussen. Nee, het is niet voor jou, schat. Kijk hoe mooi. Oké, tenminste een tafel uit een poel. Tada! Ja, daar weer een auto van maken. Ramos vindt het altijd leuk om auto's te maken van grote dozen. Oké, in ieder geval, ik had dus bij West Wing, heb ik deze poef besteld. Maar die wil ik eigenlijk gaan gebruiken als soort van tafeltje. Want zoals jullie weten hebben wij geen echte salontafel. Omdat ik het irritant vind op het moment dat Bobby en Charlie hier willen spelen, dat ik dan elke keer een grote tafel moet verzetten. Dus hebben wij deze poef staan, waar we onze drankjes op kunnen zetten. Maar nu dacht ik vind het wel leuk om iets bij te zetten. Eén, iets wat hoger is. Dus waar ik makkelijk zeg maar een theetje of zo op kan zetten. En toen dacht ik aan deze. Want deze kun je dus gebruiken voor een poef. En ook als tafeltje. En ik vond de kleur heel erg leuk. Oké, ik heb het nu even bij elkaar hier gezet. Hier vind ik het sowieso leuk. Want ik vind de kleuren gewoon heel leuk bij elkaar passen. Dus dan ziet het er zo uit. En nu dacht ik misschien is het nog leuk om een soort van dienblad of zo hier op te zetten. En ik vind hem hier eigenlijk ook wel leuk staan. Misschien dat hij dan ietsje naar voren moet. Maar hier vind ik hem ook leuk. En dan het kussen gewoon hierbij. Nou ja, goed. In ieder geval, ik ben er heel blij mee. En ik zal de linkjes even in de beschrijving zetten voor je. Dan kun je eventjes checken, want deze hebben ze dus in verschillende kleuren. En deze is er dus ook in verschillende kleuren. Jij dacht, ik snijf het uitje van. Ja, en jij denkt, als ik iets laat zien, dan ga ik helemaal inzoomen. Kijk dan. Er is geen aardappelschilmesje, want de vaatwasser zit vol en die staat aan. Daar zitten alle aardappelschilmesjes in. Ja, nee, precies. In. Mooie kleine stukjes. Ik denk dat het heerlijk is op mijn frikandel. Precies. Dit is toch te lief. Ja, ze hebben allebei vuurrode wangen, want ze hebben allebei koorts. Maar goed, het is wel echt super lief. Zitten ze met z'n tweeën een koekje te eten. Zo'n crackertje hebben ze. Zo'n soort van maiswafeltje. Maar het is zo zielig. Oh, niet in één keer in je mond. Wij gaan lekker avond eten. En het is vrijdag en we eten lekker frietjes. Dus die hebben we in de oven gebakken. En ja, heerlijk. Ik hou van friet, dus dat gaan we lekker eten. Goedemorgen, het is vandaag zaterdag. Ik heb net een workout meegedaan met Anne, onze trainer. Ze had deze keer een flex and relax. Hele andere workout dan dat ik gewend ben. Ja, niet echt zweten zeg maar wat meer ter ontspanning en stretchen en yoga-achtige dingen. Dus wel heel leuk voor de afwisseling. Nu ga ik eventjes kleren aandoen. Dat is van Jacob. Oh, van Jacob! Weet je, Jacob lekker. Creek. Ja, van Jacob, die ken ik wel. Goeie fles. Ed en ik hebben vanavond date night gepland. Wat betekent niet net als de vorige keer met pizza op de bank. Maar dit keer gaan we gewoon aan tafel zitten. En gaan we lekker gewoon met z'n twee dineren. Oftewel gewoon stokbroodje met soep eten en een wijntje erbij. Maar leuk hè? Zin in nu al. Jij? Zo, nog niet zo heel veel gefilmd vandaag. Maar ik heb hier twee zieke dametjes die allebei niet lekker zijn. Dus die liggen hier even samen een flesje te drinken. Onder het dekbed van hun broer op de bank. Ze zijn gewoon niet zo lekker. Volgens mij krijgen ze gewoon tanden hoor. Is niet meer dan dat. Maar ja,
daar zijn we dus een beetje mee bezig vandaag, dametjes. Nou, daar gaan we dan, hè. We hebben wat te vieren. De kinderen liggen op bed. Dat is de reden voor een feestje. En wij hebben dus date night vanavond. Onder het mom van, weet je, normaal gesproken ga je nu vooral in deze coronatijd, waarin je gewoon niet heel veel kan ondernemen, ga je best wel snel gewoon elke avond gewoon op de bank zitten. En nu dachten wij, we gaan een keertje gewoon thuis een soort van date night hebben. Dus we hebben een prosecco en we gaan lekker eten en lekker aan tafel met een kaarsje en zo. En we hebben wat te vieren. We kunnen alleen nog niet zeggen. Ja, nee, sorry. Dat is heel irritant altijd, vind ik. Maar ja, we kunnen nog niet zeggen wat. Maar het is wel heel erg tof en leuk. Dus dat gaan we vieren. En ik heb mezelf mooi gemaakt voor de gelegenheid, zoals jullie kunnen zien. Proost. Proost. Nu staan we lekker te koken. Tenminste koken. We maken champignons met eieren. En dat is het eigenlijk. Maar goed, romantisch versnijden. Ja. En geloof het of niet, dit gebeurt er op de date night binnen 10 minuten. Maar het is opgeruimd, dus we kunnen lekker gaan chillen. Onderbreking nummer 5. Goedemorgen, het is vandaag zondag en wij hebben heel chill, best wel een beetje uitgeslapen. Kindjes waren eerst om 6:30 wakker en toen hebben ze dus een speen gegeven en toen hebben ze uiteindelijk tot 8:00 slapen. Dat je dat niet wil, dat je zegt, ho stop, pak geen energie van mij. En dan dat doet. Dat doe ik inderdaad, ja. Nou, gaan we eens lekker naar boven. We zijn dus vanochtend, ik ben oranje. Het is niet normaal, ik lijk wel als een wortel. Ook in combinatie met dit pak volgens mij, het is niet stukje normaal. Je mond weg. In ieder geval, we zijn dus vanochtend lekker gaan picknicken buiten. We hebben echt meer dan 2 uur lekker gewandeld. Alleen, volgens mij is het niet helemaal goed opgenomen. Nu zijn we weer thuis, zijn we aan het eten, alleen iedereen moet om mij lachen, want ik ben een soort van energie aan het blokken soms. Ben jij hier misschien nog iets op te zeggen? Hè? Ja, kusje hè? Ja, kusje zeker. Poesje. Word je toch verliefd op zo'n kind, hè? Ja, dan word je... Nee, niet aan mijn... Ja, dit bedoel ik. Hier word je toch helemaal simpel van. Dancer. Woehoe! Ja, dat bedoel ik dus. Nou, jullie snappen dus wel in wat voor wereld ik leef. Niemand neemt jou nu nog serieus, hè? Dat snap je toch zelf ook wel, hè? Jeetje. Nou, wat een gekke vader heb jij, Charlie, Bobby, Ramos. Zo, ik ben er weer. Het is inmiddels 5:10 en ik heb lekker weer mijn chill outfitje aangedaan. Ed en ik zijn aan het koken en we koken voor vanavond, we koken voor morgen. We hebben ontbijt gemaakt voor morgen. Ik ben nu lunch aan het maken voor morgen. En ik ben hier voor Bobby en Charlie aan het koken. Dus wij zijn lekker bezig. Maandag is altijd een drukke werkdag voor ons. Dus dan is het altijd best wel fijn als we ons zijn voorbereid. Deze maak ik voor morgen tussen de middag. Lekker simpel. Gewoon ijsbergsla. Tomaat, komkommer, paprika en een klein beetje nootjes nog. Want het was op. Ed maakt hier een guacamole. Een lekkere... Voor zometeen. We eten wraps erbij. En voor Bobby en Charlie hebben we weer een aardappeltje. Met deze broccoli. En dan hebben we in de koelkast nog overnight oats. En dan gaan we zometeen voor onszelf ook broccoli maken. Met paprika en uitje, et cetera. Met rijst voor morgen. En toen was het alweer klaar. Dit is wat we vanavond eten. En het ziet er heerlijk uit. Vind ik zelf. Met zo!
Knap hoor. Met deze. Dat is waar. En wat zie je nog meer? Oh. Elmo en Bert maken samen muziek. Elmo's haar. Goedemorgen, het is vandaag maandag en het is zo chill, want mijn moeder die past dus weer op de kleintjes vandaag. Dus Ed en ik die zijn samen, ik wou zeggen samen aan het werk, maar dat zijn we nog niet helemaal. We zijn in ieder geval op kantoor, hebben alles neergezet en we hebben even lekker een koffietje gemaakt. En nu doen we buiten onze maandagochtend meeting. Dus dat is echt super chill. Ja, het is natuurlijk gewoon veel fijner dan op binnen zitten. Het zonnetje schijnt al lekker. Het is gewoon een beetje fris, dus ik heb mijn trui aangedaan. Maar ja, helemaal chill dit. Ja, yeah, leuk hè? Als je haar maar goed zit. Als je haar maar goed zit. Ja, dat was het weer voor deze week. Wij gaan lekker de hele dag werken met z'n tweeën, zoals ik net al zei. Maar stiekem wel een klein beetje blij dat deze week een soort van voorbij is ofzo. Omdat, ja, wat we natuurlijk al een paar dagen geleden vertelden, is dat wij iets te vieren hadden. En ik moet wel eerlijk zeggen dat ik er echt slapeloze nachten van heb gehad in de afgelopen week. Dat is niet te zien. Nee, nu niet, maar dat komt omdat ik make-up op heb. Als ik geen make-up op heb, zie je dat wel. Maar goed, in ieder geval, slapeloze nachten een beetje van gehad, omdat we echt een hele grote, ja, ingrijpende beslissing hebben gemaakt voor nieuwe mama, wat echt wel heel veel gaat veranderen. Hopelijk natuurlijk in positieve zin, anders zouden we de beslissing ook niet nemen. Maar ja, best wel, ja, iets groots zeg maar. Dus ik ben blij dat de week voorbij is, dat we keuzes hebben gemaakt, dat we nu zeg maar door kunnen en echt aan het project kunnen gaan werken. En het helpt echt wel dat nu ook de kindjes gewoon weer straks opvang hebben en dat mijn ouders weer oppassen, want dan hebben we ook gewoon wat meer mogelijkheden en wat meer rust. Dus dat was het voor nu. Wij zien jullie volgende week weer. Doe een duimpje omhoog. Mwah. Geef een kusje aan Ed. En laat even een leuke reactie op. Ja. Achter. Achter. Ja. Doei. Doei.